Afgelopen week installeerde gouverneur Emile Roemer tijdens een bijzondere raadsvergadering Alain Krijnen als de nieuwe burgemeester van IJsden-Margraten. 23 maart 2023 verscheen voor ons commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de heer meester Alain Krijnen. Benoemd bij zijn majesteitsbesluit van 23 februari 2023, nummer 2023-000461, tot burgemeester der gemeente IJsden-Margraten, die als zodanig in onze handen de navolgende eed heeft afgelegd. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God aanvoelen. Ja. Daar sta je dan. Fantastisch mooie avond. In de richting van Sjaar Cox. Sjaar, jij hebt hier verantwoordelijkheid genomen 2 jaar geleden toen dat nodig was, toen de situatie daarom vroeg. Jij was toen eigenlijk al met pensioen. En ik sluit me aan bij de woorden van de gouverneur. Ik hoop dat je nu echt van een welgediend pensioen kunt genieten. Maar ik hou je graag dichtbij. We gaan elkaar zeker spreken. Al was het maar omdat jij hier ook samen met jouw vrouw een verleden hebt als gezin en ook natuurlijk periode in de raad. Fijn dat je hier bent. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. En zo voelt het vanavond ook een beetje. Nu ik dan eindelijk echt uw burgemeester ben hier in uw midden. Maar het lijkt mij veel waardevoller als ik u iets ga vertellen over mijzelf. Als zijnde uw nieuwe reisgenoot. Zodat u hopelijk iets meer gaat begrijpen wat mij nou heeft bezield om dat leven in Amsterdam en die vaste baan in Den Haag op te geven om juist hier uw burgemeester te mogen zijn. Ik ben geboren uit een Amsterdamse vader en een Surinaams-Antilliaanse moeder. En mijn vader is er helaas al lang niet meer, maar ik weet zeker dat hij vandaag erg trots zou zijn geweest. Mijn vaders familie vierde de jaren na de oorlog stevast hier vakantie, hier in het Heuvelland. En die liefde voor dit allermooiste stukje Nederland heb ik dus waarschijnlijk genetisch overgedragen gekregen. En er zijn ook zelfs liefdes uit voortgekomen. En er zijn mensen hier in de zaal die nu precies weten waar ik op doel, maar dat is dan even het geheim van de familie Krijnen. Mijn moeder komt uit een andere familie, een heel warme familie, waarin omzien naar elkaar, delen wat je hebt en ook het leven vieren. Ja, dat zijn dingen die vinden wij belangrijk. Zo ben ik opgegroeid. Maar ook eigenschappen als doorzettingsvermogen, nooit opgeven en altijd je onafhankelijkheid en je eigenwaarde behouden. Ook als andere mensen je soms met vooroordelen tegemoet treden omdat je anders bent. Maar wel met een heel brede blik op de wereld. Dat heb ik trouwens ook van mijn vader, die heel veel heeft gereisd voor zijn werk de hele wereld over. Dat zijn allemaal eigenschappen waarvan, ja, ik denk die komen een burgemeester heel goed van pas. Zeker hier in de grensregio. Ik ben opgegroeid op het platteland van Noord-Holland. En toch was ook daar de stad altijd dichtbij. Nou, dat vind ik ook weer een overeenkomst met hoe we hier zo mooi aan elkaar verbonden zijn. Maar ik weet dus ook zelf uit eigen ervaring hoe het is om te leven in kleine kernen. Waar voorzieningen soms ook onder druk kunnen staan. Maar waar gelukkig de saamhorigheid tussen groepen mensen uiteindelijk altijd sterker is. En ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om dat hier zelf te mogen ervaren. En nu, vandaag, toeval of niet, sta ik hier in uw midden. Alsof het zo heeft moeten zijn. En ik ben een heel optimistisch mens en denk dan, ja, het leven heeft mij
heel veel goeds gebracht. En dat is niet alleen dit prachtige ambt, deze ambtsketen en deze heel grote eer en verantwoordelijkheid. Maar toch boven alles mijn partner Rick, die hier uit het diepe zuiden afkomstig is en op wie ik heel erg trots ben. En ook op mijn schoonfamilie die hier om de hoek woont. En ik denk dat gaat zeker bijdragen dat wij ons ook echt heel snel hier thuis gaan voelen. Ik ben ongelooflijk trots om hier jullie burgemeester te mogen zijn. Want wat heeft deze prachtige gemeente veel te bieden? Ik heb echt dat gevoel als ik in mijn nieuwe auto hier door het Heuvelland rijd. Dan kijk ik om me heen en dan denk ik, wauw, dit is een beetje van mij of van ons. Ik mag hier burgemeester zijn. Ik moet wel wennen aan de rijstijl van sommigen hier. De wegen zijn smal en bochtig. Ik tik zelf het maximum absoluut niet aan. Het kan ook zijn dat ik nog moet wennen aan de toegenomen breedte van mijn auto. Maar serieus, zonder dolle, het prachtige landschap. Heel Nederland is daar jaloers op. Iedereen kent het hier. En niet voor niets is de bijnaam van onze gemeente de bloesem van het zuiden. Ja, prachtige kernen. En ik kijk ontzettend uit naar het programma wat voor mij is voorbereid om op al die plekken kennis te mogen maken met iedereen. Hoofdredacteur van Drie Heuvelland. Kijk, dat is de regionale of de streektelevisie. En ik wens u natuurlijk ook namens de medewerkers en het bestuur het allerbeste toe. Dit is niet het moment voor uitgebreide interviews, maar we komen heel graag binnenkort weer eens bij u terug. En we hopen dat we net zo'n prettige samenwerking zullen hebben als met uw voorganger. Absoluut, daar ga ik helemaal van uit. Ik vind het heel fijn dat jullie hier zijn. Ja. Fijn ook dat de installatie op deze manier voor een breed publiek te volgen is. Ja. Ik vind lokale media ontzettend belangrijk in het lokaal bestuur om zichtbaar te maken. Nou, daar hou ik u doet. Daar hou ik u aan. Hè? Dat mag zeker. Daar heb ik ook vanuit mijn vorige werk aan bijgedragen. Ja. En van harte welkom hier. En ik hoop jullie ook bij veel gelegenheden waar ik te gast ben te mogen ontmoeten. En ik kijk ook uit naar de samenwerking. Okay. Fijn dat jullie hier zijn. Dank u wel. Een fijne avond verder. Kijkers thuis. Dank u wel. Dank.